zijn naar Cannes gekomen in Zuid-Frankrijk. En vandaag sluiten wij een cultureel partnerschap af met de gemeente Cannes. De gemeente Cannes heeft ons dat gevraagd, omdat zij hier een expositie hebben van een... eigenlijk een bijzonder mens. Een kind van Beertse Zwaag, Tinko Liklema Nijenholt. Die zwierf over de wereld en die is hier neergestreken. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ik woon in Cannes en ik woon in de buurt van een straat die heet de Rue Liklema. En ik, een jaar geleden dacht ik van wat doet die Nederlandse naam en dan bovendien nog een Friese naam in Cannes. En met een aantal mensen in Cannes en in Beertse Zwaag in Friesland zijn we beginnen bestuderen, bekijken. En we ontdekten dat de heer Liklema, Tinko Liklema, dus oprichter was van het museum van Cannes. Dus we dachten, ja, dat verhaal konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Daar moesten we iets mee doen. En dus we hebben ons rond de tafel gezet, hebben de geschiedenis van Tinko wat onderzocht. Hebben bekeken wat hij allemaal deed in Cannes. Hij richtte niet alleen het museum op, hij was ook weldoener. Hij schonk boeken, hij deed schenkingen voor goede werken. Hij deed voor de vondelingen en voor wezen enzovoort. Dus het was heel grappig te ontdekken dat een stad als Cannes, die bekend is voor de Engelse invloeden, de Russische invloeden, dat daar ook een Nederlandse stempel op zit. En dan nog in het bijzonder een Friese stempel. En dat vonden we gewoon heel boeiend. En we denken dat we een heel mooi project hebben opgezet dat zowel in Cannes als in Friesland ongelooflijk succesvol zal zijn. In Beertse Zwaag is een groep mensen ook bezig met Tinko Liklema Nijenholt. Die verdiept zich in zijn geschiedenis en die diept allerlei informatie en kennis over hem op. Dus dat is voor onze gemeente aanleiding om dit partnerschap aan te gaan. En wij vinden het echt geweldig dat de gemeente Cannes en wij op deze manier met elkaar verbonden zijn. En we verwachten er ook veel van.